Rechtop in bed om 3:30. Een grote explosie. Een grote lichtflits. En toen werd de hele buurt wakker. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon een vuurwerk was in de tunnel of zo. En toen liepen er allemaal in één keer mensen op straat te schreeuwen van brand, brand. En de kinderen die helemaal van streek waren. Het huis heeft flinke schade. De moeder en haar dochters die er wonen verblijven volgens een vriendin van de familie inmiddels ergens anders. Ik ga toch even kijken waar het is, want het is dichtbij. Dus je schrikt ervan. Er wonen hier enorm veel kleine kinderen. En dat maakt niet uit of het kinderen zijn of andere mensen, maar dat zoiets gewoon in een woonwijk plaatsvindt, ja, ik vind het schandalig. Ik heb er geen woorden voor. Volgens de politie hebben diverse getuigen gemeld dat er direct na de explosie een scooter of motor op hoge snelheid is weggereden. Het is niet duidelijk waarom het explosief juist voor deze deur tot ontploffing is gebracht.